Wel zin om straks alles in de fik te zien hier? Ja hoor, lijkt me best leuk. Breda Nu. Je weet het meteen. Het nieuwe jaar is van start gegaan en dat betekende dat het weer tijd was om de kerstboom te verbranden. Wij waren aanwezig bij de verbranding bij de zomerweide, waar een heleboel kinderen en volwassenen hun boom hadden gebracht. Ja, hier gaat vanavond om 7 uur de kerstboomverbranding plaatsvinden. We zijn, zoals je ziet, de berg aan het opstapelen. Van de mensen die uit heel Haagse Beemden en misschien de verdere wijken de bomen komen brengen. We proberen zo groot mogelijke stapel te maken en dan komt de brandweer hier de fik erin steken. Ik kom kijken naar de kerstbomenverbranding. Met wie ben je hier? Ik kom vanavond met mijn moeder en mijn vader en mijn broertje en zusje. En hebben jullie zelf ook een kerstboom gebracht? 19. 19? Ja. Hoe komt dat zo? Hoe komt dat? We hebben gewoon bij alle deuren hebben gekeken of er nog kerstbomen lagen en hebben meegenomen. En voor elke kerstboom krijg je 1 loodje, dus hoe meer loodjes, hoe meer kans. Want we hebben net de kerstboom hier gebracht en dan gaan we zo meteen kijken. Heb je alleen je eigen boom gebracht of heb je ook bomen ingezaan? Alleen mijn eigen boom heb ik. Ja, en die van mijn overbuurvrouw. Wat is uw rol hierin? Uw rol is het organiseren, hekken wegzetten, de stapel bouwen en zorgen dat alles veilig verloopt. En heb je al zin om straks alles in de fik te zien hier? Ja hoor, lijkt me best leuk. Heb je een goede kerst gehad zelf? Ik heb een hele goede kerst gehad. Wat heb je gedaan? Dat was de eerste kerst bij ons thuis, kwam de hele familie weer eens een keer bij elkaar. Want we wonen allemaal ergens anders. Dat is niet best wel vaak dat ze komen, dus het is best wel leuk altijd. Breda Nu. Je weet het meteen.